Het eerste geïmporteerde COVID-19-geval in Suriname is omstreeks 1445, bevestigd door het Centraal Laboratorium van het BOG. Dit heeft vicepresident Ashwinadine vanmiddag meegedeeld in de Nationale Assemblee. Het Surinaamse luchtruim wordt vanaf middernacht gesloten voor reizigers. Sociale bijeenkomsten worden voorlopig beperkt tot 100 personen. Met ingezetenen die op dit moment buiten Suriname zijn, zullen nadere afspraken gemaakt worden over hoe zij thuis zullen komen. De zieke persoon is onder politiebewaking in thuisquarantaine geplaatst. Indien de situatie zich verergert, zal de persoon opgenomen worden in het Wanica ziekenhuis. De getroffen maatregelen gelden voorlopig voor 30 dagen. De persoon die besmet is, is in Rotterdam en Delft geweest en is besmet vanuit Nederland aangekomen in Suriname. Voorzitter, allereerst vragen we onze verontschuldigingen aan de media die toch wel een tijd op ons heeft gewacht, maar ze gaan begrijpen waarom. Goedemiddag, het is zo dat vandaag vrijdag 13 maart 2020 is het eerste geïmporteerde geval van COVID-19 bevestigd door het Centraal Laboratorium van het BOG. Omstreeks 10:15 vanmorgen kreeg het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg de melding van een persoon met koorts, hoesten, hoofdpijn en lichaamspijn. De persoon was op woensdag 11 maart afgereisd naar Suriname met een reisgeschiedenis naar Nederland, dat is Rotterdam en Delft, waarin momenteel sprake is van actieve COVID-19-transmissie. De persoon werd vervolgens geïdentificeerd als suspect case, waarna het quick response team een swab heeft afgenomen om te testen op COVID-19. De persoon is in thuisquarantaine geplaatst onder politiebewaking. Omstreeks 14:45 werd de diagnose bevestigd. Onlangs zijn de patiënt en naaste familieleden op de hoogte gebracht van het resultaat en worden er maatregelen ondernomen om het risico van verspreiding in de gemeenschap in te dammen. Vicepresident Ashwinadine vandaag in het parlement. Suriname heeft vandaag haar eerste COVID-19 geval geregistreerd. De autoriteiten hebben meteen verscherpte maatregelen genomen. Een van de directe maatregelen is de sluiting van het luchtruim.